De Nationale Assemblee heeft gisteren de Plantenbeschermingswet 2020 aangenomen met algemene 29 stemmen. Deze wet omvat regels ter voorkoming van introductie en verspreiding van plagen in planten en plantaardige producten. De wet moet helpen om ziekten en plagen bij planten te verminderen, zodat de voedselveiligheid gegarandeerd is, benadrukt de vicevoorzitter van het parlement, Melvin Bouva. Goed, dan moet ik feliciteren en bedanken aan het einde van deze wet. Op de eerste plaats de initiatiefnemers. De initiatiefnemers die dus in feite het initiatief hebben genomen om deze wet in te dienen. De leden Wang Sabisari, Wilson en Sumter. De commissievoorzitter en leden van de commissie van rapporteurs die natuurlijk de voorbereiding hebben getroffen. Alle deskundigen die hieraan hebben gewerkt en natuurlijk de minister en staf van het ministerie van LVV. Vermeerderd natuurlijk vanuit het regeringsinitiatief dat ook ondersteunend is geweest naar deze wet. Hiermee hebben we dus een wet die ons moet helpen om de ziekten en plagen bij onze planten te verminderen. In feite bijna tot een nulpunt te brengen, zodat onze voedselveiligheid gegarandeerd is. Dat is heel positief. De aanname van de wet is een mijlpaal voor Suriname, zei LVV-minister Rabin Parmisser. Hij vindt wel dat er meer wetten gemaakt moeten worden om de voedselzekerheid in Suriname te garanderen. Helaas moeten we constateren na 20 jaar en gelijk dat ik mijn erkentelijkheid uitspreek aan mijn staf, maar zeker in een goede communicatie met de leiding van het parlement, met de relevante staf van DNA, dat we al in de afgelopen niet eens 3-4 maanden 9 wetten hebben klaargestoomd en het is aan het parlement omdat ik begrijp de drukte om te behandelen. Deze wet is een belangrijke, maar deze wet alleen gaat het niet kunnen dragen. De breedte van voedselveiligheid, pesticidenwet, zaadwet en al dat soort zaken. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij gisteren in het parlement na de aanname van de Plantenbeschermingswet.